Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Steakhouse Rosenburg, Autotechniek Janssen, oogspecialist Huberts en gitaarhandel Kramer. Welkom bij de eerste radio-uitzending van Nieuwslied. Mijn naam is Iris de Leeuw. Mijn naam is Jordi Heijnen. In deze uitzending bespreken we het meest recente nieuws. Spreken we Julia van Bohemen over journalistiek. En uiteraard heeft iedereen het over het Voice-drama. En daar gaan we het in deze uitzending ook over hebben. We hebben Djoeke Voigt uitgenodigd die een live optreden gaat geven. Ze gaat een nummer opdragen aan de slachtoffers van het mediadrama bij The Voice of Holland. Marco Bossato, Jeroen Rietbergen en Ali B. zijn aangifte tegengedaan. Jordi, wat vind jij hiervan? Ja, het is best wel krankzinnig wat er allemaal naar voren is gekomen. Maar daar gaan we het later deze uitzending nog over hebben. Iedereen boven de 18 kan sinds 2 weken zijn boosterprik ophalen. Op dit moment is de opkomst nog niet erg hoog, ondanks de meerdere oproepen van Hugo de Jonge om de derde dosis te halen. Veel mensen vinden ondanks de oproep van de Jonge niet nodig om de boosterprik te nemen. Jongeren onder de 18 kunnen dit moment nog niet hun boosterprik ophalen, terwijl in die leeftijd wel jongeren een boosterprik willen. Volgens een medewerker van de GGD kan dat nog lang duren. Sommige jongeren balen hiervan, omdat ze bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen. De raad heeft al wel advies gevraagd of er eventueel al begonnen kan worden met het boosteren zonder een goedkeuring van EMA. Of dit nog goedgekeurd wordt, is nog niet bekend. Richting het eind van vorig jaar kwam het Rotterdamse Erasmus MC met een nieuw initiatief. Een telefoonlijn, genaamd de Twijfeltelefoon. Ervaren medisch studenten beantwoorden via de telefoonlijn vragen van mensen die twijfelen over het nemen van een coronavaccinatie. Samen met het UMC Utrecht, het Radboud UMC, het Amsterdam UMC en het Maastricht UMC groeit het kleinschalige initiatief binnen enkele weken uit tot een landelijke telefoonlijn. Mensen die graag een persoonlijk medisch advies willen, bellen ook naar de telefoonlijn. Hierdoor komen tegen de verwachtingen van de initiatiefnemers in elke dag duizenden belletjes binnen. Joost de Vries, student geneeskunde aan de Erasmus MC, legt uit waarom de telefoonlijn zo populair is. Heel veel bijwerkingen zeg maar, die in het nieuws zijn gekomen. En er zijn ook heel veel twijfels voor gekomen, ook in Nederland. En daardoor is het initiatief opgericht om zeg maar, die twijfels weg te nemen. En dus ook mensen de kans te kunnen geven om een vraag te stellen. En dus ook die twijfel dus weg te nemen. Er zijn ook mensen die kritisch zijn over de telefoonlijn. Het zou mensen die twijfelen over het nemen van een vaccinatie forceren om zich toch te laten vaccineren. Een geneeskundestudent en medewerker van de telefoonlijn is het hier absoluut niet mee eens. Dat is niet waar. Wij zijn geen vaccinatie overhaal telefoon. Wij zijn een vaccinatie twijfel telefoon. Dus wij zijn er ook echt niet om als mensen bellen te zeggen van goh, ga het maar gewoon doen. Wij zijn er voornamelijk voor echt medische vragen van mensen die vragen of het met hun ziektebeeld bijvoorbeeld veilig is om te vaccineren. Tegenwoordig zien we het geweld en bedreigingen richting politici steeds meer toenemen. De mensen schijnen hier ook niet meer voor te schamen. De reden dat dit steeds meer gebeurt is natuurlijk de maatregelen omtrent corona. Steeds meer mensen zijn het zat. De meesten voelen zich erg benadeeld door de regering en uiten dit door bijvoorbeeld politici te bedreigen. Zo zag ook de heer Peter Lik, wijkagent in Enschede, dat toen Pieter Omtzigt het een en ander blootlegde uit dit land het soms wat onrustig was in Enschede. Daar zijn namelijk woonachtig. Mensen vonden het nodig om zich te verzamelen voor het huis van de heer Omtzigt. Waarom was ons niet direct duidelijk. Als we naar recente activiteiten kijken, dan hebben we het natuurlijk over de indirecte bedreigingen die plaatsvonden rondom het huis van Hugo de Jonge en Sigrid Kaag. Op dit soort momenten komt het natuurlijk erg dichtbij. Dit bewijst dat sommige mensen echt wel grenzen overschrijden. Meneer Max van den B., man die met fakkel optrok voor Kaag haar huis, zal binnenkort voor de rechter verschijnen. Dan zal er ook meer duidelijk worden over meneer van den B. en zijn beweegredenen. Wel is via Facebook achterhaald dat dit voor niemand, dat dit iemand is die een voorstander van coronabeleid is. Niet iemand is die voorstander van beleid is, sorry. Hij postte ook filmpjes waarin hij de mensen oproept om harder in verzet te gaan. Dit kan natuurlijk wel een van de redenen die achterhalen is. Het coronabeleid zit meer namelijk niet helemaal. Maar waarom Kaag? Ik sprak met meneer Van der Heijden uit Enschede. Hij is een tegenstander van de coronamaatregelen die worden genomen omtrent corona. Ja, kijk, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Keer op keer wordt de mensen vals opgegeven. De koek is gewoon echt een keer op. Daarnaast is van ondernemen het ook niet meer mogelijk. Kom op nou. Dan wel weer open, dan weer niet. Ze moeten geld verdienen. Brood op de plank.
Hiermee wil Van der Heijden natuurlijk aangeven dat beleid moeilijk te begrijpen is voor sommige mensen. Denkt u bijvoorbeeld aan het evenementenbranche of de horeca. Het wordt tijd voor een duidelijk lange termijnvisie, zodat iedere persoon in ons land weer vooruit kan kijken. Dan de woningmarkt. Op dit moment staat de woningmarkt aardig op zijn kop. En dan zou je toch denken dat bijna iedereen wil verhuizen. Veel mensen zijn tegenwoordig ook op zoek, maar toch zijn er ook mensen die daar minder behoefte aan hebben. Zoals bijvoorbeeld Arnold Hofman. Al 40 jaar woont hij samen met zijn vrouw Joke in zijn huis in Snakkerburen. Dan moet het wel externe oorzaak geweest dat je weggaat. Maar anders dan is het wel goed. En ik moet zeggen, de oude buurtjes die we hier vroeger hiernaast hadden, die woont hier ook iets van 50 jaar. En dan keken wij er ook wel eens een beetje vreemd naar. 50 jaar? En dan wonen we hier zelf ook nog steeds. Dat is heel gek. Dat je denkt, als je dan jong bent, zoals op jouw leeftijd, dan denk je toch, hè? Arnold is inmiddels 70 jaar en heeft dus nog geen behoefte om te verhuizen. Maar zoveel opties zijn er ook helemaal niet voor de senioren tegenwoordig. Makelaar Marcel Looyenga van makelaardij Hoekstra vertelt hier meer over. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de crisisjaren, 2009-2015, die 6 jaar crisis. Toen is in heel Leeuwarden geen enkel seniorencomplex gebouwd in de koopsfeer dan. Hè? Dus er zijn geen appartementen gebouwd, er zijn geen bungalows gebouwd of iets wat levensloopbestendig is. De vergrijzing is wel doorgegaan. Dus er is gewoon een schrijnend tekort aan gelijkvloerse woningen. En als je nu ziet wat er nu ontwikkeld wordt, ja, dat is allemaal het makkelijke spul, want daar is heel veel markt voor. Er is heel veel vraag om. Dat zijn de eensgezins tussenwoningen en de hoekwoningen en de tweekappers. Dat is een hele brede doelgroep. Maar voor de senioren wordt eigenlijk nog steeds te weinig ontwikkeld. Dus daar is geen verschuiving. Dus die blijven dan maar zitten. Steeds meer bouwondernemers in Nederland krijgen te maken met problemen door de grondstofschaarste. Vooral aan hout en staal, maar ook aan PVC en isolatiemateriaal heerst gebrek op in de Europese markt. De gevolgen daarvan beginnen tol te eisen voor de bouwsector, die ongeveer 50% van de grondstoffen verbruikt. Een van de oorzaken daarvan is dat de productie tijdens de coronacrisis is verminderd. Echter zijn er wel veel mensen die noodgedwongen thuis zaten. Juist het klussen geslagen zien, aangezien de tijd die ze over hadden. Ook hebben veel mensen voor gekozen om hun huis te laten verbouwen vanwege het feit dat ze geld hebben gespaard doordat allerlei andere uitgavensbronnen zijn stilgelegd vanwege corona. Jelmer Buursma, werknemer bij het bedrijf Lont, zegt hier wat volgende over. Het tekort aan materiaal is al een tijdsprobleem, maar tijdens de coronacrisis is het alleen maar verergerd. In sommige gevallen zijn zelfs producten niet leverbaar doordat er veel vraag is maar weinig aanbod. Daarom wordt er naar alternatieven gekeken. Een van deze alternatieven is hout. Hout is flexibel om mee te ontwerpen en bovendien beter voor het milieu. Echter heeft dit ook nadelen. De prijs van hout is de afgelopen maanden verdubbeld vanwege het feit dat bouwbedrijven niet kunnen beschikken over andere grondstoffen. Mede door de lange leeftijden. Elk bedrijf heeft hier last van. Zo ook bouwbedrijf Bouma. Nou ja, momenteel kijken we of we woningen zo kunnen ontwerpen dat we minder grondstoffen nodig hebben. Of dat we de materialen dus zo kunnen toepassen dat die hernieuwbaar zijn. Dan denk je bij aan materialen als hout, stro of hennep. Dan een duurzame onderneming die in deze coronatijd meer aandacht heeft gekregen. De kledingruil. Voor het virus bestond de kledingruil uit georganiseerde dagen waarbij mensen tweedehands kleding met elkaar ruilden. Om dit toch nog door te kunnen laten gaan is er nu de kettingkledingruil. De kleren worden in een tas gestopt die langs de adressen gaat van de mensen die er kleding uithalen of een nieuwe kleding indoen. Lisette Fraaije van de Kooi is een van de oprichters van dit initiatief in Zwolle en ze vertelt over het verloop van deze onderneming. We hadden al wel wat online ruilen gedaan, gewoon door middel van foto's plaatsen. Nu hadden we zoiets van, ja, dit is natuurlijk nog veel leuker, zeg maar, om in de coronatijd wel, zeg maar, een soort van de kledingruil gewoon stand te kunnen houden, maar dan gewoon vanuit huis. Dus het paste gewoon heel erg bij ons concept. Daarmee hebben we eigenlijk een nieuwe, ook wat oudere doelgroep aangeboord. En die vinden het ook leuk. De kleding die niet uit de tas wordt gehaald, belandt uiteindelijk in de textielbak en krijgt zelfs dan de kans op een tweede leven. Deze manier van kleding aanschaffen is beter voor het milieu en gaat tegen de huidige vervuilende kledingindustrie in. Loes Lafaye is een vrijwilliger bij de Milieuraad van Zwolle en legt uit hoe dit zit. Katoen wordt vaak verbouwd in warme streken waar het water toch al schaars is, terwijl katoen heel veel water gebruikt. Er zijn vaak ook alweer milieubelastende ingrediënten voor nodig.
ja, dan komt het in de winkels en over de toonbank en ja, in ons bezit. Maar dan, ja, dan is er al zoveel gebeurd waar we geen bedoel van hebben. Als je tweede hand gaat kopen, dan je veel minder impact. Op het terrein van de ijzerhallen in Zwolle stonden maandagmiddag tientallen trekkers. In de ijzerhallen vond een hoorzitting van de provincie Overijssel en Farmers Defence Force, FDF, De twee partijen zijn het niet eens met de zogeheten natuurbeschermingswetsvergunning. De boer moet zo'n vergunning hebben, maar het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte heeft er geen. Dat is niet eerlijk, vindt FDF. Annemarie, boerin, vertelt hierover. Nou, we hebben opgeroepen om de vergunning van de Jumbo, die is niet op orde, om daarop te handhaven. En we horen eerlijk behandeld te worden in Nederland. We zijn ook gewoon burger. We produceren hele mooie producten die ja, alle dagen geconsumeerd worden in Nederland. En het kan niet zo zijn dat de winkel die die producten verkoopt de boel niet op orde heeft en gewoon door mag gaan. En dat wij als boeren eigenlijk aan het korte eind trekken, dat accepteren wij gewoon niet. Dit vertelt de Jumbo over deze situatie. Wij geven verder geen inhoudelijke reactie op het handhavingsverzoek, omdat wij daar in het handhavingsverzoek zelf, hè, dat is iets tussen Farmers Defence Force en de provincie. De provincie Overijssel neemt het handhavingsverzoek van FDF toch niet in behandeling, omdat de boeren volgens de provincie geen belanghebbenden zijn. De boeren vinden dat zij wel degelijk belanghebbenden zijn en dat hebben ze in de hoorzitting duidelijk gemaakt. Binnen 4 weken wordt een besluit genomen voor bezwaar op de afwijzing. Eens in het jaar vinden gebeurtenissen plaats die de hele maatschappij lijken te beïnvloeden. De aanslag op Peter R. de Vries is één van deze gebeurtenissen. De hele maatschappij was in rep en roer. In dit geval was de aandacht ook gevestigd op de rechtbank. Wat is een gepaste straf voor zo'n gruwelijke misdaad en wat kunnen we hiervan leren? De strafrechtstudenten van de universiteit krijgen extra lessen over hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. Maar waarom doen ze dit en wat leren ze hiervan? De heer Mulder, docent strafrecht aan de universiteit, zegt hier het volgende over. Ja, ik vind het namelijk belangrijk om zeg maar een aanslag van Peter R. de Vries te bespreken met leerlingen in deze collegezaal. Het is voor in de toekomst belangrijk dat deze doelgroep, dat noemen ze mee, dit worden toekomstige advocaten, weten wat er in deze maatschappij rondspeelt. Je weet dat in de huidige advocatuur straks gewoon te weinig mensen zijn, dat de druk op de rechtsstaat hoog wordt en daar hebben we goede mensen voor nodig. Vandaar deze colleges. Het is dus belangrijk dat de strafrechtstudenten leren van deze gebeurtenissen. Zo kunnen ze samen kijken naar oplossingen en zouden ze kunnen kijken wat voor wetten eventueel aangepast moeten worden. Maar natuurlijk is niet iedereen het met elkaar eens. Dat maakt het tegengaan van deze gebeurtenissen ook zo lastig. Als Peter R. de Vries zelf geen beveiliging wou, zou je dit dan in de toekomst verplicht moeten laten worden. De strafrechtstudenten zeggen hier het volgende over. Ik ben van mening dat in dit soort situaties er zichtbare beveiliging moet zijn. Dit om duidelijk te maken dat je er niet heel makkelijk bij zo'n persoon in de buurt komt. En dat het misschien ook afschrikt. Dit is wat ik van deze situatie heb geleerd. Ik denk dat het belangrijk is om het onderscheid te maken tussen de verschillende zaken. Aangezien je bij grote zaken misschien meer beveiliging nodig hebt dan bij de andere. En dat je daar op deze manier dus onderscheid in gaat maken. En dat heb ik door deze gastles ook wel geleerd. De studenten leren er dus veel van en de meningen kunnen dus ook verschillen. Maar door middel van discussiëren bestaan er ook nieuwe ideeën. In Lelystad komt er 12 miljoen vrij voor een nieuw poppodium. Het huidige poppodium Corneel wordt niet meer gesubsidieerd door Stichting Kubus. De stichting moet van de gemeente bezuinigen. Er is door de gemeente gekeken naar de Corneel, Bibliotheek Lelystad en Agora Theater. Uiteindelijk is er een besluit gemaakt dat Corneel moet bezuinigen, omdat zij te veel verlies hebben geleden door de coronacrisis. Een woordvoerster van gemeente Lelystad legt het nog kort uit. Ja, dat heeft met activiteiten te maken. Cubus richt zich op educatie. En poppodium Corneel is gewoon een poppodium. Vandaar dus dat er nu gekeken wordt met een om zelfstandig verder te gaan per 1 juli. Corneel moet vanaf 1 juli dus zelfstandig verder. De gemeente Lelystad heeft voor het poppodium 12 miljoen beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 10 miljoen een lening.
Nu het poppodium zoveel tot hun beschikking hebben, zijn zij nu op zoek naar een nieuwe locatie. Er is aan Elisa Bingsma, inwoner van Lelystad, die graag uitgaat, gevraagd wat zij ervan vindt dat Corneel 12 miljoen heeft gekregen voor een nieuwe locatie. Ik vind het goed dat de gemeente Lelystad geld wil investeren in uitgaansmogelijkheden voor jongeren. Omdat we dan ook hier iets leuks te doen hebben en dat we niet naar andere steden zoals Almere of Amsterdam moeten gaan om uit te gaan. Corneel heeft een aantal locaties in vizier. Het oude discotheek Mystic, het huidige parkeerterrein tussen parkeergarage Agoradek en het ROC en het nieuwe postkantoor in Lelystad. Het oude postkantoor, sorry. Hierover later meer. Een chronisch protest tegen de aanpak van de aardbevingsschade werd afgelopen week in de Verenigde Staten op Twitter gedeeld als een demonstratie tegen het coronabeleid en politiestaat. Op beelden is te zien hoe duizenden Groningers uitgerust met fakkels en spandoeken een tocht door de straat liepen. Het filmpje is de wereld in geholpen door een republikeinse influencer, Aaron Gin. Gin heeft ruim 57.000 volgers. Hij stond in 2017 in Forbes magazine toen hij de lijst top 30, under 30, uitbracht. Daarnaast maakte hij de presidentsverkiezingen van 2012 deel uit van het campagneteam van de republikeinen Mitt Romney, die verloor van Barack Obama. Het zijn overigens niet de enige filmpjes en foto's die Gin deelde afgelopen week. Zijn tijdlijn is een oneindige rits van protesten uit verschillende landen. Opmerkelijk is dat de andere media die hij deelt vaak wel van echte coronademonstraties zijn. Zo zijn er ook beelden te zien van het Amsterdamse protest, een protest in Italië, Bulgarije en Spanje. Dat is dan toch vaak hoe het gaat. De spraakmakende fake nieuwsberichten worden verstopt achter feiten of berichten die wel waar zijn. Het gebruik van waarheden bouwt dan ook vertrouwen op. Zo wordt het moeilijk onderscheid te maken tussen echt nieuws en fake nieuws. Onder de post van Gin melden brave Nederlanders overigens wel dat de beelden van een ander protest zijn. Maar daar lijken niet veel mensen zich wat van aan te trekken. De post heeft al 29.000 retweets en bijna 6.000 likes. Dan gaan we nu luisteren naar een beginnend muzikant op zijn gitaar. Zijn naam is Thomas Vemer en hij speelt een zelfgeschreven stuk genaamd The Cops Are Behind Us. Want to break the light, taking care of your fight. We won't see it in the dark, but we will find. If you take a big step, fall into the depth, and you climb up to see the way you took. Every mountain has its own look. The cops are behind us. You want to try us? Oh my. We don't have a clue of what we have to do. My heart's in the sand. It's too deep to cross this land, but we can go back. So we have to take another rant. The cops are behind us. They want to try us. Oh my dear. We don't have a clue of what we have to do.
I was. Oh my dear, we don't have a clue what we have to do. Zoals je hoort brengen we hier dus niet alleen nieuws. De rol van de journalist is erg veranderd. Daar is de laatste tijd veel over te doen. Het zou steeds meer sensatiegericht zijn en daarmee staat het behalen van zoveel mogelijk likes, kliks en reacties centraal. Hoe gaat de journalistiek zich ontwikkelen? De huidige meningenmassa op social media is de meest open vorm van hoor en wederhoor, maar het zorgt ook regelmatig voor irritatie. We spreken hierover met Julia van Bohemen. Ze is tekstschrijver en journalist en we zijn benieuwd hoe zij hierin staat. Julia, goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Wat vind jij van de sensatiezucht van de huidige media? Ah, ja, er is natuurlijk ontzettend veel verschil in de journalistiek tussen, de serieuze journalistiek, hè, de nieuwsvergaringen, de achtergrondverhalen en alles wat mensen maar online zetten. Ik zou dat eigenlijk geen journalistiek willen noemen. Ik ben van mening dat journalistiek, journalist zijn, is een ambacht. En daar zitten grenzen aan. En alles wat daar buiten valt, is voor mij geen journalistiek meer. Vind jij het ook geen vorm van hoor en wederhoor? Zoals ik in mijn intro zei, is dat niet een hele open vorm van meningen vergaren? Als dat gebeurt, inderdaad. Maar op het moment dat je buiten die journalistieke kader stapt, dan is er vaak geen sprake meer van hoor en wederhoor. Of het lijkt er misschien een beetje op, maar is vaak ver te zoeken. Dus ja, dat kun je ook bijna niet controleren. En daarom is dat zo tricky. Ja, hoe ziet volgens jou de toekomst van de journalistiek eruit? Blijft die sensatiezucht bestaan of zal er een kantelpunt komen, denk jij? Nou, ik denk dat het heel menselijk is. Mensen willen graag weten van welke kant dan ook komt. De journalistiek blijft natuurlijk in mijn ogen altijd wel bestaan. Zeker de serieuze journalistiek. Maar er is natuurlijk wel heel veel veranderd door het internet. Hè. We noemen, om maar even over vroeger te spreken, was een column. Had je een column, dat heet tegenwoordig een blog. Een berichtje heet een post. En we hebben natuurlijk met heel veel commerciële teksten te maken. Zoals SEO-teksten. Dat heeft allemaal te maken met internet. Mensen willen allemaal een website. Bedrijven willen een website. Wat daarop moet is tekst. Maar met een website alleen ben je er nog niet. Dat is eigenlijk helemaal niks. Dat is een beetje als stilstaand water. En ja, het is heel belangrijk dat je gevonden wordt. En daar is tekst voor nodig. En dat is dan ook wat ze bedoelen met content is king, hè? Dus je moet zorgen dat je blogs schrijft, dat je online te vinden bent door middel van mediaposts, dat je SEO-teksten creëert met linkjes erin die weer verwijzen naar een bedrijf, naar jouzelf. Daar betalen mensen voor. Ja, is dat journalistiek? Ja, het schuurt een beetje tegen marketing aan, maar het is wel de huidige tijd. En het is heel erg nodig om online vindbaar te zijn. Dus laten we hopen dat die teksten zo goed mogelijk geschreven worden. Hè? Dat niet belandt in de bak met bagger. Maar bovenal hoop ik, en dan ga ik ook wel een beetje vanuit, dat die serieuze journalistiek zoals nieuwsgaring en achtergrondverhalen, dat zal eigenlijk nooit verdwijnen. Want dat hebben we gewoon ontzettend nodig om een realistische kijk op de wereld te hebben. Ja. En denk jij niet dat mensen een keer klaar zijn met al die meninkjes op social media? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat daar wel een kentering in komt. Waar het naartoe gaat, weet ik ook niet. En wie moet dat gaan filteren? Dat is best lastig, denk ik. Daar moeten oplossingen voor komen. En ik denk dat een generatie als jullie journalistiek studeren, misschien wel daar ideeën voor bedenken. Dat zou ik fantastisch vinden. Oké. Julia, dank je wel voor dit gesprek. En ik wens je nog een fijne middag. Ja, heel graag gedaan. Dank je. Dank je wel. Iris, kijk jij wel eens TikToks? Jazeker, wel volgens mijn schermtijd. Ben jij Dennis Gerkes al eens tegengekomen? Nee, toevallig niet. Nee. Dennis Gerkes is een personal trainer met een handicap. Hij mist namelijk beide spaakbenen in zijn armen. En dit houdt hem zeker niet tegen bij het sporten, wat hij ook laat zien op TikTok. Hij is zelfs een challenge begonnen waar hij zijn volgers in meeneemt.
je kan wel eens kijken in de spiegel en denken van hoe zal het zijn als je nou echt afgetraind zijn, dikke sixpack, grote biceps, nou, noem maar op, dat soort dingen. En, maar dat was altijd echt van, ja, lijkt me ooit leuk om een keer te doen, maar nooit echt de intentie gehad om te denken van, nou, nu ga je het ook goed doen. Op een gegeven moment ben ik dan vorig jaar gestart met TikTok. En daar heb ik ook wat video's gepost, onder andere van fitness. En die gingen redelijk viral. En waarop heel veel mensen ook vonden inspirerend. Hier willen we meer van zien. Kan je wat dingen uitleggen? Dus ja, ben ik gaan sporten en gaan kijken van, oké, hoe kunnen we dit echt professioneel aanpakken? En wat is dan vet? Ik dacht van, ja, ik kan wel wekelijks een filmpje gaan plaatsen dat ik bijvoorbeeld één oefening doe. Maar op een gegeven moment heb je dat ook wel gezien. Dus we laten kijken met een team van, oké, wat is nou echt vet om neer te zetten? Ja. Toen kwamen we toch om zo afgetraind mogelijk te worden, ondanks een handicap. Helemaal gaan vastleggen in 6 maanden tijd. Gerkers wordt 1 keer per week begeleid door een fysiotherapeut en een personal trainer. Verder haalt hij veel motivatie uit sporten met vrienden en de wil om mensen te inspireren. Wel heeft hij met zichzelf afgesproken dat zijn geluk het belangrijkste is in dit traject. Ik heb vanaf vooraf gesteld van ik doe niets wat me ongelukkig maakt. Ik vind het traject heel tof en als het uiteindelijk oplevert dat ik afgetraind word, helemaal gaaf en hartstikke leuk. Maar als ik op een gegeven moment over 2 maanden helemaal verdrietig ben en er ongelukkig van word of weet ik veel, dan hebben we ook gezegd van dan stoppen we er lekker mee en dan is het ook klaar. We gaan verder met de situatie tussen Oekraïne en Rusland. Vanwege de complexiteit van het onderwerp bellen we met politiek verslaggever in Rusland, Suzanne Bol, die ons iets meer kan vertellen over de precieze situatie. Hallo Suzanne. Hoi Iris. Suzanne, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, in de afgelopen maanden verzamelde Rusland 100.000 militairen aan de oostgrens van Oekraïne. En de vrees van het Witte Huis is nu dat Rusland Oekraïne binnenkort zal binnenvallen. Om die situatie te deescaleren hebben Amerika en Rusland vorige week al 3 keer overlegd om tot een compromis te komen, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Rusland had tijdens die gesprekken een aantal eisen. Er moet een verbod komen op het lidmaatschap van de NAVO aan landen als Oekraïne, Georgië, Zweden, Finland. Ja, ook moet de NAVO militairen en materieel terugtrekken van grondgebied uit Oost-Europese bondgenoten. Polen en Estland zijn daar een voorbeeld van. De NAVO ziet deze eisen als onhaalbaar en een excuus van Rusland om militair in te kunnen grijpen. En de partijen staan dus lijnrecht tegenover elkaar. In die gesprekken van vorige week kwamen ze dus geen stap verder. Kan je ons wat meer vertellen hoe de situatie precies is ontstaan? Ja, om uit te leggen hoe het is ontstaan, moet ik een stukje de geschiedenis in. In de Tweede Wereldoorlog werd Europa opgesplitst in het kapitalistische Westen, dat is nu de NAVO, en het communistische Oosten, dat werd de Sovjet-Unie. Beide partijen hadden veel macht en kernwapens in bezit en dat leed tot de Koude Oorlog. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 eindigde de Koude Oorlog met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En landen zoals Oekraïne die waren vanaf dat moment onafhankelijk. Veel Russen vinden nu dat Oekraïne eigenlijk bij Rusland hoort. En om Oekraïne, maar ook landen zoals Georgië terug te winnen, is Poetin bereid hard militair in te zetten. En hoe denk je dat de situatie zich zal vorderen? Vandaag staat er een nieuw topoverleg gepland tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Russische minister van Buitenlandse Zaken. En in dat gesprek hopen ze tot een concrete oplossing te komen. En de situatie daarmee te deescaleren. Ze hebben er niet al het vertrouwen in Amerika. Maar iedereen is in volle verwachting. Dankjewel voor deze uitleg, Suzanne. Nog een fijne middag verder. Dankjewel. Inmiddels is Lars naast ons komen zitten. Hij gaat met jullie het voetbalprogramma doornemen en het weer. En dan nu het voetbalprogramma voor dit weekend. Het weekend van de Eredivisie begint met Vitesse tegen FC Groningen. Vitesse won afgelopen dinsdag nog in de 8e finale van de beker met 2-0 van DVS. Om 8 uur speelt Cambuur tegen het trefzekere AZ. De club uit Alkmaar won de laatste 5 wedstrijden en staat momenteel 5e op de ranglijst. Deze plek delen ze met FC Twente. Twente speelt dit weekend tegen Willem II. De afgelopen weken waren niet succesvol voor de Tilburgse club. Ze verloren de laatste 5 wedstrijden, waaronder tegen de hekkensluiter PEC Zwolle. PEC speelt zaterdag tegen Heerenveen en probeert de winst van vorige week door te trekken. Ze hebben de punten hard nodig, want ze staan nog steeds strak onderaan de ranglijst. Op de zondag staat NEC tegenover het sterke Feyenoord en Go Ahead Eagles gaat op bezoek bij Heracles. Go Ahead Eagles verraste dinsdag het zwakke Heerenveen in de beker en won met 1-0. De echte topper van dit weekend is tussen PSV en Ajax. Om 2:30 spelen nummer 1 en 2 om de koppositie. Het verschil tussen de twee clubs bedraagt 1 punt. Utrecht speelt tegen Sparta. De Rotterdamse club staat op de 16e plek en heeft de punten dus hard nodig.
Ook Utrecht kan de punten goed gebruiken. De laatste 5 wedstrijden is er niet meer gewonnen. De laatste wedstrijd wordt gespeeld tussen RKC en Fortuna. RKC was afgelopen dinsdag zeer succesvol in de beker. Ze wonnen met 4-2 tegen ADO Den Haag. En dan nu het weer. De temperatuur aankomend weekend zal gemiddeld ongeveer 7 graden zijn. 'S Avonds zal deze temperatuur afnemen en kan het in sommige plaatsen afkoelen tot 1 graden Celsius. Voor aankomend weekend wordt er geen regen verwacht, maar wel wordt aangeraden om je warm aan te kleden wanneer je de deur uitgaat. Door de noordoostenwind zal het aanvoelen als een temperatuur onder 0 graden Celsius. Na het weekend zal de gemiddelde temperatuur even hoog als in het weekend liggen. Wel is er kans op een plaatselijke bui. Op de zon zullen we in ieder geval nog minimaal 1,5 week moeten wachten. Kortom, het zal veelal bewolkt zijn met hier en daar een plaatselijke bui en de gemiddelde temperatuur zal de komende periode rond de 7 graden liggen. Gistermiddag is de langverwachte Boos-aflevering over de Voice of Holland op YouTube verschenen. Hierin deden meerdere slachtoffers hun verhaal over de grensoverschrijdend gedrag binnen Voice. Marco Borsato, Ali B. en Jeroen Rietbergen bleken hier een grote rol in te spelen. Op dit moment zijn er meerdere aanklachten ingediend tegen de 3 verdachten waar nu onderzoek naar wordt gedaan. Jordi, heb jij de aflevering van Boos gezien? Ja, ik heb hem gisteravond gezien. En wat voel je ervan? Ik schrok er wel heel erg van, gezien het contrast wat de heren hebben laten zien in de media. Hoe ze zich altijd presenteren, heel positief en heel laagdrempelig, zeg maar. Nu al deze dingen naar buiten zijn gekomen, schrik ik daar best wel van. En wat vind jij ervan? Ik vind het ook wel heftig. En wat ik vooral heftig vond, is dat het Ali B. en Marco Borsato waren. Aangezien zij wel redelijk Nederlands liefjes waren, zeg maar. Dus ik had het niet echt van hun verwacht. Ondertussen is Djuke bij ons aangeschoven. Djuke komt iets spelen voor ons. Hallo. Hi Djuke. Wat kom je vandaag voor ons spelen? Ik volg al een tijdje een beginnende muzikant. Mo heet ze. Ik ken haar via TikTok. Ik volgde haar eigenlijk al voordat ze een beetje bekend werd. En zij heeft nu een liedje gemaakt over een relatie waarin ze eigenlijk slecht werd behandeld. Waar jullie het net al over hadden. Door de Voice of Holland drama kan je het wel noemen. Eigenlijk dacht ik van om de slachtoffers een hart onder de riem te steken. Om dit nummer voor ze te spelen. Heel mooi initiatief. Heel veel succes. Hier is Djuke Voigt met Dat heb jij gedaan van Mo. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, nog te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe je nooit was genoeg, jij was het speciaal. Je was het speciaal. Deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren zat hier met een vriend. We hadden het over hoe ik jou verliet. De dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Makkelijk praten had weg moeten gaan, maar graag had ik het anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. Ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klootgevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Je hebt me beschadigd met de pijn van je verzopen daden. En
zo heb je me achtergelaten. Lijk wel ziek, heb je dat in de gaten? Je hebt me beschadigd met de pijn van je verzopen daden. En zo heb je me achtergelaten. Lijk wel ziek, heb je dat in de gaten? Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Heb mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Dat het afgesloten weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, het gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Dankjewel, Djoeke. Heel mooi. Dit was onze allereerste uitzending. Wil je de items nalezen of meer informatie over de onderwerpen? Check dan onze website nieuwslied.nl. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne middag.